De 69-jarige De K, penningmeester van schietvereniging Chassé, is door de rechter veroordeeld tot 100 uur werkstraf. De vereniging wil het verdwenen geld, zo'n 50.000 euro, daarnaast ook nog terugvorderen van de man. De rechter achter bewezen dat zeker 31.000 euro is verduisterd en doet binnenkort uitspraak. De laatste jaren kwamen verschillende verenigingen in het Tielse in het nieuws doordat hun penningmeester een raai in de kas had gedaan. Dat was het geval bij de tennisvereniging Groenendaal, voetbalvereniging Theolen en bij de instelling gelieerd aan de katholieke kerk. Daar werd in 2009 vastgesteld dat er zo'n 800.000 euro was verdwenen.